Bloed, zweet en tranen heeft het gekost om het aan te leggen. En dat was het de vrijwilligers van wijkplatform De Zuidert dubbel en dwars waard. Met vereende krachten hebben zij een vlindertuin gerealiseerd in Emmeloord bij het volkstuinencomplex De Zuidert. Vanaf 16 juni is er wekelijks een rondleiding voor bezoekers. Piet Boersma heeft de tuin ontworpen. Hij kent elk plantje dat er staat. Ik ben degene die de rondleiding gaat geven. En daar mogen de mensen vragen, omdat toch hier staan planten in. Ik denk dat 80% van de planten die hier staan niet in een normale tuin groeit. Het is gewoon wat zeldzamer en wat leuker gedaan. Het is ja, leuker, maar er zitten combinaties in. Er zitten bepaalde kleurvolgordes in en kleurcombinaties. En vandaar dat dat... nou ja, er is over nagedacht, laat het zo zeggen. Het idee van de tuin komt van Gusta Drenth. Ze had gehoord dat het slecht gaat met de insecten in Nederland, waarop ze besloot in actie te komen. De tuin is gefinancierd met behulp van lokale en regionale subsidies. De tuin is goed voor dieren, maar ook voor mensen. Deze plek werd al heel graag bezocht door de mensen uit de omgeving, hè, vanwege de volkstuinen en de dierenweides. En met die vlindertuin wilden we dan ook eigenlijk een nieuwe ontmoetingsplek creëren voor de buurt, maar ook ja, voor iedereen die gewoon spontaan langs fietst en de tuin ontdekt. Dus een ontmoetingsplek voor zowel mensen als insecten. De vlindertuin staat volop in bloei, met allemaal planten die insecten aantrekken. Ja, op dit moment zien we natuurlijk de klaproos bloeien. De Latijnse naam is papaver, dus dat is ook prachtig. En die zijn op dit moment fantastisch. Ze bloeien maar heel kort, dat is eigenlijk het nadeel. Maar er zitten nog genoeg knoppen in om nog een tijdje voor te kunnen gaan. En ze kunnen heel veel droogte hebben, dus dat is ook wel heel mooi. De vlindertuin is aangelegd door vrijwilligers. Jan Vos is één van hen. Het heeft heel wat zweetdruppels gekost, maar dat was het zeker waard. We zijn hier bezig geweest met schoppen, een kraan, om het klei weg te halen. Er is opnieuw grond ingebracht. De paarden zijn aangebracht door onszelf. De steentjes zijn erin getegeld. En ja, en die stoepranden daar, die hebben we ook allemaal zelf met schooljeugd aangelegd. Dat moet weken geduurd hebben. Ja, dat heeft weken geduurd. Ja. We zijn wel een half jaar bezig geweest om dit helemaal voor elkaar te krijgen. Was het alle moeite waard? Ja, zeker. Dubbel en dwars. Niet alleen de vrijwilligers en bezoekers vinden de tuin geslaagd, ook de gemeente is er blij mee. Die besloot daarom een educatief cadeau te geven. Het cadeau van de gemeente is een beplantingsbord wat binnenkort geplaatst gaat worden. En daarop wordt uitleg over alle planten gegeven, foto's, de Nederlandse namen en de Latijnse namen.